Ik u verzoek te gaan staan voor de binnenkomst van de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Federica. Mevrouw Santokki. Wij hier ook samen kwamen aan zijn land, wij verpand, werkend houden in gedachten, recht en waarheid maken vrij. Mijn standpunt van voor de verkiezing is onveranderd gebleven, dat ontwikkelingsland Suriname kunnen wij tot een prachtig ontwikkeld land maken met 1 miljoen Surinamers. 600.000 daar in Suriname en 400.000 daar buiten Suriname, waar 380.000 hier in Nederland woonachtig is. Alleen moeten we daar pragmatisch beleid ontwikkelen. Welke woorden van de president zijn het meest blijven hangen bij u? Nou, hij begon inderdaad met de ernstige zaken die men aantrof na aantreden. En dat maakte indruk. We hadden het veel gelezen en noem maar op. Maar nu persoonlijk achter elkaar zo dat opgezond te krijgen, dan denk je respect wat in die 4,5 jaar bereikt is. Dus ja, ik bedoel, mensen moeten goed nadenken van waar we gekomen zijn en waar we nu zitten. Als je ziet wat zijn schuldenlast was en waar hij toe heeft teruggebracht en zijn kasreserve die nu in een miljard plus is, dat moet ik zeggen heel knap gedaan. Bekende verhaal van onze kasreserve, internationale reserve bij de centrale bank. Van iets van bijna zero op papier in de buurt van 500 miljoen. Is nu weer naar meer dan 1,3 miljard Amerikaanse dollar. Voor wat betreft ons begrotingstekort van 18% teruggebracht naar onder de internationale norm van 3%. En we zitten nu in de buurt van 2,7% aan begrotingstekort voor het jaar 2025. En natuurlijk kijken we ook naar de economische groei die min 16% was in 2020. En voor einde van dit jaar hebben we 3,5% economische groei gerealiseerd. Allemaal macro-economische parameters die belangrijk zijn om te beoordelen of je IMF-programma succesvol is geweest. Ik heb een laatste cadeau van de heer Takodin. En u mag ook houden de microfoon op als dat ik ken. Alles wat hij zei klopte. Mensen focussen heel erg op olie en gas. Maar hij had het over jongeren, hij had het over ouderen. Hij had het eigenlijk over de volle breedte. Hij zei nog heel even zacht tegen mij buiten de microfoon, sheriff, hè? En dus criminaliteit heeft zijn aandacht. En Rende Roosblad, de reden dat ik hier ben is om aan te horen wat onze president van plan is en wat zijn plan is met betrekking tot de komende verkiezing. En dat verhaal die wilde ik even aanhoren. En het was een goed verhaal, heeft hij goed verkocht en ik ben zeer tevreden over het verhaal. Ja, zeker, daar kan ik me goed in vinden. Het komende 4 jaar, stel je voor hij wint, staat er een moeilijke taak voor hem te wachten? Ik denk dat als hij de komende regeerperiode naar zich toe trekt, dat het wat rustiger en wat makkelijker voor hem zou worden. Want dan is denk ik het vertrouwen al gegroeid in de president. Dus ik denk dat het dan al veel makkelijker voor hem zou gaan ten opzichte van het eerste jaar. Welke van zijn woorden is het meest blijven hangen? Wat zegt u? Welke woorden zijn het meest blijven hangen bij je? Diaspora ook in Nederland of waar je dan ook zit. Kom terug naar Suriname, laten we het opbouwen en laten we het samen doen. Ga je een huisje koffers inpakken? Ga je nu naar huis je koffers inpakken? Niet meteen, maar ik ben het wel van plan, ja. Zeker. Dankjewel. De realiteit van de dag is dat als je het hebt over mensen die we moeten gaan opleiden in de oil and gas van Nikeri, is een prachtige toekomst. Het ziet er mooi uit. Maar de realiteit is dat maar 40% van de Surinamers de lagere school afrondt. Dus wie ga je opleiden? Je hebt te weinig mensen. Dus als je niet wil dat de expats komen en het geld daar verdienen en wegbrengen, dan gaan we daar veel meer energie in moeten steken. Van Baku, Azerbeidzjan, waar we de president van Azerbeidzjan in zijn toespraak, soms met scherpe kanten, gezegd heeft dat die natuurlijke hulpbronnen, die oil en gas, wat in het land daar in Azerbeidzjan zit, en hetzelfde geldt, die oil en gas die daar in Suriname zit, door God is gegeven daar zo.
en bestemd is voor het volk van Suriname. En dat we dat op een duurzame wijze moeten gaan ontwikkelen. Ik ben een hele grote voetbalfan. Ik ben super trots op het Surinaamse elftal. Ze vliegen van land tot land en halen hele mooie resultaten. Maar wie ook van land naar land vliegt, dat bent u. Als sterspeler van ons. Kunt u vertellen, want u gaat op staatsbezoek. Dat is voorheen, was daar geen sprake van. Wat de mooiste mijlpaal is waar u trots op bent? Nou, in ieder geval, toen ik voor de eerste keer na mijn verkiezing als president, dat was COVID-periode. Dus je had geen mogelijkheid om te reizen, geen internationale conferentie, alles ging virtueel. Maar mijn eerste optreden, en zo opvallend bij zowel de Verenigde Naties in New York, als bij onze eerste COP optreden in Glasgow. De opmerking: we zijn blij na jaren weer een president te zien on stage. Dat is een opmerking die heel simplistisch kan overkomen. Misschien politiek geladen kan overkomen, maar de boodschap is duidelijk. Suriname had geen stem. Suriname was not on stage. En dan ben je een land wat een leiding geeft, en dat is mijn rol. En je gaat wat commentaar krijgen, maar mijn rol is om aan de wereld te vertellen: wij zijn leidend. Wij hebben 93% bos. Wij verschaffen zuurstof aan de wereld. Wij hebben de biodiversiteit. Wij hebben die oil en gas. Wij hebben de diversiteit in samenleving, waar we in vrede met elkaar leven, waar andere delen de wereld oorlog met elkaar voert. Wij zijn leidend. En dat moet men accepteren. Maar als je niet op een international stage bent en dit verhaal niet kan vertellen waarom je leidend bent, dan gaat men Suriname gewoon zien als een stip op een map. Nee, het is inderdaad geweest dat afgelopen jaren er onvoldoende bekendheid is geweest. Maar sinds oil en gas, sinds die FID, weet men dat is het land dat de toekomst zal bepalen. Op het gebied van energiezekerheid in de wereld, op het gebied van voedselzekerheid in de wereld, op het gebied van zuurstofverschaffer in de wereld. Embrace hem. Sterke samenleving hebben, dat hun ondernemerschap gaan trainen. Dat we onze jongeren de gelegenheid gaan geven om te gaan studeren in die oil en gas, in die technische richting. Dat we zelf het beheer gaan hebben, zelf het management gaan hebben over onze oil en gas. De eerste studenten worden afgeleverd op Natin. En dat zal verder verruimd worden. Ik vond het een bijzondere meeting. De president heeft denk ik goed uitgelegd hoe het land ervoor staat en wat hij gaat doen om zeg maar het land nog beter te maken. Er zijn ook wat kritische vragen gesteld. Ik denk dat hij daar een afdoende goed antwoord op gegeven heeft. En we kijken allemaal uit naar het beleid dat gevoerd gaat worden de komende 6 maanden. En of hij het zal gaan halen natuurlijk. We hopen het het beste en we gaan ervoor. Ik hoor te vaak dat financieel plaatje, je ziet het ook hier in deze presentatie, te vaak de financiële parameters die we halen. Maar kijkt u wat we gedaan hebben met onze rechterlijke macht. Onze rechterlijke macht enorm versterkt. Voor de eerste keer een eigen financiële verzelfstandiging voor onze rechterlijke macht. Geen enkel interventie van de regering. Aantal rechters uitgebreid met meer dan 100%. Aantal officieren van justitie uitgebreid. En op dit moment staat op agenda in de Nationale Assemblee. Als het goed is, moet het gisteren zijn goedgekeurd. De financiële rechtspositie van rechterlijke ambtenaren. Voor de eerste keer bij wet geregeld. Want al die tijd werd het bij staatsbesluit geregeld. Dat geen strijd was met de grondwet. Het is een mooie avond geweest. Waarbij de president zichzelf was en ontzettend goed uit de verf is gekomen. En ook heeft duidelijk gemaakt welke forse stappen er zijn genomen in Suriname. Om het land weer zeg maar macro-economisch op orde te krijgen. En nu is het tijd om dat te verzilveren. En we hopen ook dat dat verzilveren op een goede manier gebeurt. En daarvoor hebben we deze president absoluut nodig. Goedenavond, ik ben Millie Behesh van Stichting Women Society, Suriname en Nederland. Naast mij staat Fasia Habib, de voorzitter. En rechts van mij staat Rabia Mohan, ook een bestuurslid van Women Society. Wat wij hier gedaan hebben is deze goodiebag aan alle gasten aangeboden. Om zo te introduceren dat Suriname een duurzaam land wordt. En dat gaan we nu al. We zijn het groenste land van de wereld.
waarom niet ook een plasticvrij land van te maken. Daarom hebben we dit geschonken aan onze gasten. En bieden wij dus een hele mooie tas met mooie spullen in. Vasja, wil jij wat zeggen? Ja. En natuurlijk zijn we hier voor de president, hè, dat hij de verkiezingen mag winnen. En ons land, Suriname, naar een high level mag brengen. Dat iedereen gelijk mooie kansen mag krijgen in Suriname. Maar zijn woorden, ja, dat is mandaat. En wij als Women Society staan ook achter de woorden van de president. En hopen en wensen hem heel veel succes toe. Ja, en wat bij mij natuurlijk is blijven hangen is de oproep aan de diaspora om te investeren in Suriname. En mijn collega's hebben alles al gezegd. En namens Stichting Women Society wensen wij de president heel veel succes bij de aankomende verkiezingen. En als je het nummer kent, dan moet je het op Facebook.